Yes, hier in Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord gaat hij zijn allereerste profcontract tekenen. Waarschijnlijk ken je hem al, maar zo niet. Dit is Eeuw het Monster. Dat is Eeuw. Gewoon aankomen. Ja, dat is Eeuw het Monster. Ik ga hem zo meteen interviewen, maar nu eerst gaat hij officieel zijn profcontract ondertekenen. In 2016-17, overigens bij het vorige kampioenschap van Feyenoord, bent gekomen bij ons vanuit Zeeburgia. Ik meen te herinneren dat je bij ons in de onder 9 kwam, dus je bent al heel lang ben je bij de club. Nou, dan kun je ook wel beschouwd worden als een jongen van de club, als je zo lang je opleiding bij ons hebt gevolgd tot nu toe. Dan is het onwijs gaaf dat je nu je eerste overeenkomst kan tekenen. Is je eigenlijk al bij je? We hebben volle bak, dus zo volle zaal hebben we bijna nooit. Ja, liever niet. Liever. Yes. Volgende keer niet zo. Yes. Hartelijk gefeliciteerd. Veel plezier. Alsjeblieft. Ik zie hier een hele trotse blik. Heel mooi, man. Zelf, helemaal goed, man. Joep, gefeliciteerd met je contract. Met welk gevoel sta je hier? Ik heb een vrij goed gevoel. Ik ben trots op Feyenoord. Alsof je een Tuzani was hier om jou te feliciteren vandaag. Hoe is jullie band? Ik zie Sofie Tuzani nu meer als mijn broer dan als bekende. Kun je ons meenemen naar hoe jouw Feyenoord-periode er tot nu toe uit heeft gezien? Sinds onder 9 ben ik hier. Ik ben gekomen met de kampioenschap en ik teken mijn contract met de kampioenschap. Waar vind je nou zelf dat je de afgelopen periode beter in bent geworden? Ik denk in mijn vrij trappen en ook zeker in mijn scorend vermogen. Kun je jezelf als speler omschrijven voor degene die jou nog helemaal niet kennen? Ik ben een nummer 10. Snel, technisch. Ik heb een goede schot in mijn benen. En ik geef nog wel vaak assist. Hey Joep, je bent nu officieel prof. Je weet al een tijdje natuurlijk waarschijnlijk dat je contract gaat tekenen, maar toch in de ochtend die staat op. Ik stond op, direct douchen. Nog wel een beetje zenuwachtig. Toen stond ik de auto in, man. Toen je aankwam, ik dacht, je hebt bruiloft. Ja. Met je outfit. Jouw broer is officieel prof. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Had je verwacht dat hij nu al een profcontract zou hebben? Ik dacht nog een jaartje, Max. Vroeger is het altijd beter, toch? Ja, zeker weten. We hebben Zinedine. Normaal wil ik dan Zidane zeggen, maar ik moet eigenlijk Zinedine Ouarchi zeggen. Dit is de Brada. We kennen hem. FC Straat, een van de mooiste goals. We kunnen het daarover hebben, maar we gaan toch even over je broertje hebben. Ja. Jij bent zijn oudere broer. Mm-hmm, wat broer. Heb jij hem meegegeven? Ik zeg gewoon tegen Eeuw, speel alsof het altijd je laatste wedstrijd is. Maak er wat geks van. Laat de mensen zien hoe goed je bent. Hij laat het nu echt wel echt zien. En het is echt heel knap dat hij nu een contract heeft getekend. We zijn ook echt super trots op hem. En ik zei tegen hem, blijf gewoon vlammen en blijf je ding doen. En wees mentaal sterk en laat niemand je gek maken. En dat, ik denk dat dat de grootste progressie is van heel zijn carrière tot nu toe. Je hebt ook een beetje een naam en een aura over je heen dat je arrogant bent. Maar wacht, boys. Hoe lang moesten jullie reizen? 1,5 uur, man. Om te verliezen? Zou ik niet doen, man. Paolo, kom jou aan. Ik ben jouw speciale zender vandaag. Ik ga altijd voor jou in de verdediging. Als je tegen mij zegt, Eeuw is arrogant, zeg ik, hoe bedoel je? Ik ken hem goed. Hij is een aardige jongen. Merk je dat ook, dat mensen dat vinden? Nou, ik merk het zelf niet. Voor me doen ze gewoon leuk, lief. Maar het kan dat ze achter me wel gewoon vinden dat ik arrogant ben. Ik laat ook wel zien dat ik mezelf een van de betere vind. Je doet echt te zeggen, van jij zegt ook wel vaak dat je goed bent. Dat bedoel je? Ja. Ben je goed? Ja, dat heb ik wel laten zien, toch? 1-1 met Ali. Oh. Oh. Nee, grapje, dat mag de rest betalen. Hey, luister, er is een verschil tussen arrogantie
en zelfvertrouwen. Ja, ik vind zelfvertrouwen, ik denk dat heel veel mensen zelfvertrouwen missen. Jij bent juist een voorbeeld die laat zien dat zelfvertrouwen heel belangrijk is. Dat je dat ook moet uitstralen. Moet je oppassen voor die grens van arrogantie, maar die heb ik niet gezien bij jou. Als jij nou trainer zou zijn van jezelf, wat zou je nou tegen Eyoub het monster zeggen? Je moet omschakelen van het aanvallen naar verdedigen. En je moet je mond houden tegen de scheidsrechter en je teamgenoot in de negatieve zin. Dus jij weet heel goed waar je aan moet gaan werken. Jazeker. En wat moet hij nog goed leren? Zijn agressiviteit een beetje inhouden. Soms schreeuwt hij te veel tegen zijn teamgenoten. Wat ik wel heb gezien, die zijn allemaal echt eerlijk, man. Dat vind ik echt mooi. Eindelijk wil je hier in het stadion gaan spelen. Moet je wel een ticket voor mij regelen? Ja. Yeah. Met deze op camera? Ja, hij staat op camera. Goeie ticket. Hans. Mijn broeder. Wat heb jij nog nodig om echt die top weer te gaan halen? Ja, ik denk echt mijn mentaliteit. Echt. Als het even tegen zit, dat ik gewoon door blijf gaan en niet... In een kuiltje gaan zitten in mijn eentje. In een kuiltje gaan zitten? Welke uitspraak is dit? Ik ken die niet, hoor. Hoe wil je in een kuiltje gaan zitten? Ik ga gewoon... Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ga je in een kuiltje zitten? Ja. Hoe past het monster in een kuiltje? Give it. Ik weet niet. Man. Misschien ken ik deze uitspraak niet, hoor. Nee. Hij zit niet na te denken. Hij bestaat niet. Als je deze erin gaat laten, zie je me. Ik ga hem zeker erin laten. Hey, wie hem edit, hang gewoon erop. Ik zag het nog een keer. Alsjeblieft, handen. Ben je serieus? Ja, man. Nee, gewoon wat jij wil. Welke voetballer of ex-voetballer vind jij echt goed en waarom? Op dit moment, ik denk Modric. Hij is 37, maar de meters die hij nog loopt, de passes die hij nog geeft, hoe belangrijk hij nog is voor Real Madrid op zijn leeftijd, dat is abnormaal. Heb jij hem willen zien omschakelen? Ja, niet normaal. Hij blijft maar rennen. Geen stop. Hoe belangrijk is straatvoetbal geweest voor jouw ontwikkeling? Heel belangrijk. Ik denk dat ik op de straat sowieso mijn zelfvertrouwen heb gepakt. En daar ook heb leren voetballen eigenlijk van jongs af aan. Ik denk dat daar de plek is wat jij wil doen, wat je kan doen. Zonder van iemand geklaagd te worden. En dat je daar waar jezelf kan zijn. Sterker nog, de beste voetballers aller tijden, die komen echt letterlijk van de straat. Hebben veel uren gemaakt op de straat. Vooral vanaf je 4e tot je 12e is dat heel belangrijk. Ja. Daarna kom je in FC Straat. Ja. Ik denk, wow. Ik weet nog dat ik tegen mijn collega's zei van, hey, er is nu een jongen. Bijzondere buitencategorie. Je hebt hele mooie dingen laten zien, maar je hebt nu een profcontract. Van, hey, nu is het klaar. Je gaat je nu focussen om profvoetballer te worden. Ja, inshallah, dat gaat gebeuren, ja. Heel veel kinderen ook misschien die aan het kijken zijn, zeker van je 4e tot je 12e. Train je niet elke dag bij je club. Moet je juist heel veel uren maken op een schoolpleintje, buiten, noem het maar op. Maar als we dan toch terugkijken op FC Straat. Het is wel een emotioneel moment. We gaan hem gewoon niet meer zien. Op FC Straat, tenminste, niet als speler. Want sowieso ga je terugkomen, of het nou analist is, ambassador, noem het maar op. Maar neem me even mee naar de mooie dingen die jij herinnert van FC Straat, want kunnen we ook mooie dingen laten zien. Ik denk de mooiste die ik me herinner, was de eerste wedstrijd, laatste moment Bali. Ja. Ik denk dat dat het mooiste moment is dat we hebben bereikt als team sowieso toen. Met Bilal, Maats, Abdullah en Adam. Ik denk dat dat een mooi team was. Ik denk dat we echt streden voor elkaar. Dat we daarom ook zoveel hadden bereikt. Hoe zit het met jouw ontwikkeling als leider? Want we hebben bij FC Straat heel bewust niet gekozen om een trainer te hebben. Je moet alles zelf oplossen. Wat heeft dat met jou gedaan? Ik denk dat dat mij heeft geleerd hoe ik een team op sleeptouw moet meenemen. En dat ik daar heb geleerd hoe ik jongens kan coachen. En wat het beste is voor het team om een wedstrijd te kunnen winnen. Nu nog een paar mooie momenten. Welke goals vond jij mooi? Welke acties vond je? Toen ik hem op goal stond, dat ik die bal hoog speelde naar Billy en dat hij hem erin kopte. Ja, dat was een gekke assist. Het laatste goal dat ik mijn shirt uittrok. Dat ik Barca liet zien. Ook die comeback was niet normaal. Ja, klopt. Dat was een geweldige wedstrijd. En ik denk de mooiste speelde hoe Billy en ik samen speelden. Daar gaan we nu even een paar dingen voor zien. We elkaar ook echt gunden. Heb je een wedstrijd dat je terugkijkt van, daar had ik toch wel, ja, dat ging niet zo goed. Eindhoven. Ik denk dat dat niet het moment was om eruit te gaan als state captains. Maar ja, dat gebeurt dan en dan moet je gewoon ermee leven en doorgaan. Overal waar ik kom, krijg ik te horen, waar is Eyoub? Waar is Eyoub? Waar is Eyoub? Kortom, ja, je bent echt super bekend geworden. Brengt dat ook een extra druk met je? Ik denk niet dat ik die druk voel. Ik denk doordat ik zoveel video's heb opgenomen met camera's, dat die druk een beetje weg was gaan. Maar de eerste paar wedstrijden was ik wel zenuwachtig en nerveus. Vroeger was het eigenlijk dat kinderen opkeken naar spelers die ze op tv zagen, grote profvoetballers. Nu ben jij dat. Wat doet dat met jou? Het geeft me een fijn, goed gevoel. Ik ben gewoon blij dat ik kinderen blij kan maken met een foto of met een spraakbericht die ik dan naar ze toe kan sturen. En misschien gaan ze daardoor ook weer de straat op en daardoor willen ze denk ik ook meedoen met FC Straat. Dus kijk naar mij, Paolo, Sammy. Zeker. Dat
dat is zeker. Jullie zijn echte voorbeelden voor de nieuwe jongen. Dat is ook mooi. Hè? Er zitten heel veel kinderen, die jongen zijn in beweging. Mensen kijken nu al tegen jou op. Normaal kijken ze tegen je op als je wat ouder bent. En je debuut hebt gemaakt. En nu krijg je het horen, je bent rolmodel, gedraag je. Let hierop, let daarop. Ja, ik denk dat is nog af en toe lastig. Ik ben nog jong, moet nog veel leren. Dus natuurlijk doe ik nog dingen fout en dan denk ik van, dat had ik niet moeten doen. Maar ik ben ook een mens en ik blijf dingen leren. Dat moeten we zeker niet vergeten. Ik heb ooit de term monster toegevoegd aan hem, omdat hij gewoon monsterlijk goed was. Wat een goal! Joep, het monster is terug! Hij wil niks horen! Maar hij blijft nog steeds jong. Met een oudere broer, Zinedine. Hij is ouder dan jou. Wat heeft hij jou meegegeven? Ondanks dat ik doe alsof ik niet naar hem luister. En niet uitmaakt wat hij tegen mij zegt. Ja. Leert zin in me wel veel dingen. Hij heeft mij de vrij trappen geleerd. Je had het ook vooral over dat hij zijn schot aan jou te danken heeft. Ja, dat zeker. Ja, kijk. Ja, dat is wel waar. Ik ben wel bescheiden gaan spelen, maar jullie hebben de video gezien op de zaal. Dus ja, daar kan ik niks over zeggen. Ja. Heel veel mensen geloven dit, maar we hebben echt gewoon in de ochtend, de avonden zijn we gewoon samen naar een veldje gegaan. Zijn we echt gewoon 2-3 uurtjes vol gaan schieten samen. En je ziet het, hij maakt vrij trappen, gekke doelpunten van afstand. Dus ja, dat heeft hij ook zeker aan zichzelf te danken, want hij is ook echt leergierig zeker. Hij wil ook echt de beste zijn en hij wil gewoon die schotkracht. Hij heeft het echt netjes gedaan. Zeker. Hey, is wel goed als je dit nu hoort. Hè. Dit komt echt niet zomaar vanzelf. Tuurlijk kan je een bepaalde aanleg hebben, maar er heeft heel veel uren dus in gezeten. Ja, zeker. Allerbelangrijkste zijn natuurlijk je ouders. Ja, klopt. Ouders zijn hier vandaag natuurlijk ook. Wat zijn nou de woorden die zij van jou moeten onthouden, wat je tegen hun nu rechtstreeks zegt? Ik weet dat ik soms niet luister, maar ik hou wel echt van jullie. En ik ben dankbaar voor wat jullie allemaal voor mij doen. Dat papa me elke dag brengt op en neer op een zaterdag. Dat hij me coacht, dat hij me helpt. Moeder elke ochtend klaar zat om een broodje voor me te maken van ontbijt. In de avond dat ik mijn vader ga lopen. Ik wil mezelf gewoon kunnen uiten naar iedereen. Ze hebben me toch wel 9 maanden gedragen. Zonder hem was ik hier niet. Ik was wel 7 toen ze me losliet. Dat doen ouders net zo snel. Ik ben ze echt dankbaar. Hoe bedoel je dat? Ze lieten me vanaf mijn 8e. 7e mocht ik aan een Feyenoord stage. Dat ze me vanaf mijn 8e al met een busje naar Rotterdam lieten. Ik weet dat mijn moeder het spannend vond. Niet wist of het me zou lukken. Om de minuut me appte. Hey, waar ben je? En wat ik zeg, dankbaar ben. 10% van mij komt er 90% van in. Ik vind het een... we zijn klaar. Het is de mooiste afsluiting die je maar kan wensen. Blauw duimpje omhoog, groeit niet. Klaar, we zijn klaar.